De voorlichtingscampagne van het Korps Politie Suriname, dit jaar speciaal voor de jeugd is gelanceerd, wordt volgend jaar zeker voortgezet. De afdeling voorlichting jeugdzaken van het KPS heeft dit project intussen geëvalueerd en is tevreden over behaalde resultaten. Milton Bisschop, hoofd van de afdeling, zegt dat het project wordt gecontinueerd omdat er nog veel behoefte is aan informatie. Volgens Bisschop zijn via de informatieverschaffing aan het publiek meerdere verdachten ook in beeld gebracht. We hebben wel 70% van onze targets kunnen doen. Ik denk aan een vakantieschool, voorlichting in de districten, de Meet the People campagne. We hebben ook de voorlichting op scholen met 300%. Er was een achterstand vergeleken met het afgelopen jaar, maar de voorlichting op de scholen hebben wij kunnen verhogen met 300%. De scholen hebben we aangedaan in stad en district. Onze radioprogramma's hebben we ook kunnen updaten. We werken nog steeds naar perfectie. En het gaat meer om beter naar buiten te komen, zodat de samenleving bewust wordt gemaakt. Wij zeggen we gaan door, er is behoefte aan voorlichting en we kijken welke invalshoek wij nu gaan gebruiken om de mensen ook in 2018 te voorzien van informatie. Bisschop stelt verder dat de informatie in het komend jaar meer gericht zal zijn op zedenmisdrijven. De cijfers op dat gebied zijn volgens hem nog steeds zorgwekkend. We gaan ons echt richten op de zedenmisdrijven nu. Kinderen worden nog steeds slachtoffers. Kinderen worden nog steeds verwaarloosd. Kinderen worden nog steeds misbruikt door bloedverwanten. Mensen in de eerste en tweede linie. Wij zeggen nee, het baat ons zorgen dat kinderen nog steeds misbruikt worden. Baby's worden misbruikt of betast. Het kan niet. We kunnen niet zo verder gaan en wij zeggen nee, we gaan het nu aan de grote klok hangen middels preventie en we gaan de samenleving oproepen om laten we elkaar helpen ondersteunen en laten we een steentje bijdragen zodat de jongeren, onze doelgroep voornamelijk, wordt beschermd ook tegen pedofielen, tegen seksueel misbruik. En we gaan ook de ouders oproepen, want de ouderparticipatie baat ons ook zorgen. Milton Bisschop, hoofd van de afdeling voorlichting jeugdzaken van het Korps Politie Suriname. Volgens hem zal deze afdeling het komend jaar doorgaan met informatieverschaffing aan de gemeenschap.